Ga naar zolder en zoek de dozen en kom met die foto's. Er komt een moment, binnen nu een aantal jaren, dat de ooggetuigen er niet meer onder ons zijn. En dan is het zo belangrijk dat je beeldmateriaal hebt, dat je verhalen hebt. En dat wij dus op die manier niet vergeten waartoe wij als mensen eigenlijk in staat zijn. Als we niet het goede met elkaar voor hebben. Er zijn echt heel erg veel foto's gemaakt in de oorlog. Van sommige dingen mocht je geen foto's maken. Maar we weten, dat bleek ook uit vorige tentoonstellingen, dat er mensen zijn die stiekem foto's maakten van achter de gordijnen, vanuit het raam. En zo hebben we in Nederland eigenlijk heel veel unieke foto's die je in andere landen, in Oost-Europa bijvoorbeeld, helemaal niet vindt. Verhalen die staan voor de tragedies in de oorlog, voor de bevrijding, voor het feest van de bevrijding, voor de meest donkere uren en die dat als het ware kunnen uitdrukken. Dus foto's met een grote zeggingskracht. En wat wij hopen is dat zoveel mogelijk mensen met foto's komen, over foto's praten. De foto's als manier om inderdaad het gesprek over de Tweede Wereldoorlog te beginnen. Thuis, met de kinderen, op school, op allerlei plekken.